Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren en in het bijzonder onze gasten en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. In deze dienst zal tevens voorbereiding zijn voor het te vieren heilige avondmaal van volgende week zondag. Het schriftgedeelte dat we met elkaar hopen te gaan lezen is uit het Nieuwe Testament, Galaten 1, daarvan de verzen 1 tot en met 12. En het thema is leven in vrijheid of gebondenheid. Met blijdschap en dankbaarheid mogen we u bekendmaken dat dominee Van der Ree heeft bedankt voor het verroep naar Ede. Dominee Mulder zal straks in de voorbeden daar ook aan denken en tegelijk ook de teleurstelling van de gemeente Ede daarin meenemen. Op woensdag 19 juli hopen we met elkaar om 8 uur het bezinningsuurtje te houden. We hopen u daar te ontmoeten. De fysieke collecte is bestemd voor de diaconie. De bankcollecte kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. We zingen nu met elkaar de schoolpsalm, psalm 107, daarvan de versen 1 en 7. En de kerkenraad wenst u een rijk gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanmorgen over vrijheid. Daar zongen we net al van. En dit zegt elk die gered door hem uit slaafse banden in vrijheid is gezet. En ook de psalm die we nu gaan zingen past daarbij. Want we zingen in psalm 116, vers 1 en vers 2, onder andere dit. Ik lag gekneld in banden van de dood, gevangen dus, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Psalm 116, vers 1 en 2. We luisteren samen naar de wet van de 10 geboden en daarna zingen we uit Psalm 124, vers 1 en ook vers 4. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. Opnieuw een psalm die iets van bevrijding en gebondenheid laat zien. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken,
Dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. In ons gezamenlijke gebed zullen we een aantal mensen ook in het bijzonder bij de Heere noemen. We denken aan broeder Adrie Drost van de Dijkstraat 176. Hij hoopt komende maandag een open hartoperatie te ondergaan in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Er zal daarbij een nieuwe hartklep en omleidingen geplaatst worden. En dat is vanwege een aangeboren hartafwijking. We denken aan Roan IJsma van de Krouwelaan 3, die komende maandag geopereerd wordt aan zijn arm in het Maasland ziekenhuis Pantijn in Boksmeer. Vanwege een eerdere gecompliceerde armbreuk krijgt hij nu een plaatje in zijn elleboog om de groei te corrigeren. Ook zuster Joanne Hazelhof van Dissel 40 dragen van de Heere op. Zij mocht afgelopen dinsdag thuiskomen na een geslaagde ingreep en het verwijderde weefsel zal onderzocht worden.
We denken aan Michael Wijman van de Regentesselaan 60. Hij heeft eerder zijn pols gebroken en deze week bleek dat de breuk niet goed is geheeld en nu moet hij aanstaande vrijdag geopereerd worden. We denken aan broeder en zuster Jan en Hanneke Hendriksen van de Ringlaan 4, de Glint. De vader van Jan is na een lange periode van afnemende gezondheid ontslapen in de Here in de leeftijd van 96 jaar. We zullen samen danken dat dominee van der Ree aan ons verbonden mag blijven. We dragen ook de gemeente van Ede aan de Here op. En we zullen samen ook bidden dat de synode van onze kerken, die komende vrijdag geopend zal worden, dat ook God zegen zal mogen ontvangen. Zullen we samen tot God gaan. Grote en almachtige Here in de hemel, we komen tot u op deze dag die wij als Vaderdag hebben aangemerkt. En dan komen wij tot u als de Koning der Koningen, de Here der Heren, vol macht en majesteit, vol heerlijkheid en glorie. En dan danken we u dat we bij u mogen komen en dat we u mogen aanroepen ook als onze Vader die in de hemelen zijt. Dat te midden van alles wat die aardse Vaderdag bij ons oproept, dat we mogen weten dat u als een volmaakte, alles overtreffende Vader in de hemel voor ons wil zorgen. En dat u die zorg ook bewijst. Heer, er zijn veel zegeningen op te merken in onze gemeente, in onze persoonlijke levens. Daarin zien wij uw vaderlijke zorg, uw trouwe nabijheid en uw liefde voor deze wereld. En ook voor ons als uw gemeente. Heer onze God, wij bidden u in het bijzonder vandaag dan ook voor de vaders hier op aarde. Geef dat wij als vaders iets mogen weerspiegelen van uw vaderschap. Dat uw geduld ook iets van ons geduld is. Dat uw wijsheid afstraalt op onze wijsheid. Dat onze keuzes in lijn zijn met de keuzes die u van ons vraagt. Geef dat onze kinderen ons als vaders mogen zien en daarin een verlangen krijgen om u als vader te omarmen, om met u te leven. Heren, wij bidden u ook voor, ja, als het vaderschap moeilijk is, of als vaders beperkt zijn in onze mogelijkheden, draagt u ons ook dan, heren. Zegen ons als de kinderzegen ons niet gegeven is. Of als de verhouding met onze kinderen verstoord is. Heer, u weet hoe aangrijpend het ook kan zijn als we misschien een poosje geleden nog wel de vader van onze kinderen naast ons hadden. Maar dat er nu en niet meer is. Heer, troost dan. Wees nabij. Wees bij kinderen. Zegent u hen met hun ouders. Geef dat ze hun ouders mogen eren. En dan weet u, heren, dat dat ook soms ingewikkeld kan liggen. U weet dat vaders soms zo beperkt zijn en vaak niet het beeld laten zien wat u van hen vraagt. Wilt u dat genadig wegnemen? En ook helpen te leven in de brokstukken die er op dit punt kunnen zijn. Heere, zegent u ons zo. Wat deze dag ook met ons doet. Wij zoeken uw aangezicht en wij geloven en weten dat in de gebrokenheid en in alles wat er in het leven kan gebeuren, dat u er wilt zijn. Wees ons dan ook, juist op een dag als deze, genadig en nabij. Ook als we ons mogen voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Heren, wat een voorrecht dat we dat mogen doen. Het komende zondag, waarbij brood en beker mogen gedenken wat u als Vader gegeven hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef ons daarom vanmorgen ook een goede dienst en voorbereiding. Zegent u de week die komt. Heren, wij komen tot u als mensen. En wil u danken, heren, voor een ieder die de afgelopen week ook een mooi bericht heeft gekregen. Bijzonder ook de examenkandidaten. Heren, dank u wel voor ieder die geslaagd is. We willen u danken voor de inzet, voor de energie, de wijsheid die u gegeven hebt om de examens te maken. En als het resultaat nu verblijdend is, heren, dank u wel. Wees ook bij degene die misschien nog een herkansing moeten maken of niet geslaagd zijn. Heren, dat
Het is toch een hele klap. Wees u ook dan nabij, Heere. En gaat u met ons mee het leven door. Heer, we bidden u, gaat u in het bijzonder ook mee met broeder Adrie Drost. U weet, Heere, dat hij komende maandag de ingreep zal ondergaan in het ziekenhuis. U weet, Heere, dat het aan het licht kwam, dat iets aangeboren is, maar dat er toch een open hartoperatie nodig is. Dat is toch ingrijpend, Heere. Wilt u daarin meegaan? Zegt u Adrie en Riek, wees met hun gezin. Geef dat ze op mogen zien tot u die in alles toch nabij is. Geef, Heere, dat ze uw hand mogen opmerken en vol vertrouwen hier doorheen mogen gaan. Verblijd ons met uw zegeningen, Heere. Heere, ook als het gaat over de ingreep die Rowan IJsma moet ondergaan, dan kijken we op naar u. Mogen kijken naar medici. Er zal vast heel goed gezocht zijn naar wat nodig is, hoe dat plaatje geplaatst moet worden. En ze zullen best hun best doen. En we kijken op naar u, Heere, want u bent almachtig. En zonder uw zegen wordt het niets. Zorgt u dan alstublieft voor Rowan. Help hem om in alles te vertrouwen op u, samen met zijn ouders, Arjan en Leanda, en de rest van het gezin en de familie. Heere, dank u wel dat Jemen Hazelhof de ingreep mocht ondergaan, dat ze ook al spoedig weer thuis mocht komen, dat ze daar verder mag herstellen. We danken u dat het geslaagd is. We vragen u, Heere, geef ook dat het weefsel goed onderzocht kan worden en dat daar een verblijdende uitslag over mag komen. Zegent u zo Ton en Joanne, met allen die hen lief en dierbaar zijn. Heere, gaat u ook mee met Michael Wijman. U weet, Heere, dat hij eerder zijn pols gebroken heeft en dat hij nu opnieuw geopereerd moet worden. Heere, dat zal geen pretje zijn. Er zijn andere dingen die veel leuker zijn. Maar wilt u met hem meegaan? Wilt u ervoor zorgen dat hij door deze operatie goed heen komt en mag merken en mag gaan zien dat dit ook iets uitwerkt? Dat uitwerkt wat beoogd is. Zorgt u zo, Heere, voor hem en voor het gezin waar hij deel van uitmaakt. Heer onze God, we bidden u ook om troost. Juist op deze Vaderdag, als Jan en Hanneke Hendriksen, de vader van Jan, moeten gaan begraven. We danken u, Heere, voor de hoge leeftijd die hij heeft mogen bereiken. Voor alles wat hij was, ook als vader, als schoonvader. En we bidden u, Heere, geef dat alle voorbereidingen voor de uitvaart goed mogen verlopen. En dat de troost van uw woord mag klinken. Dat uw genade zo ook zichtbaar mag worden. In dit verlies, in dit gemis. Heere, wees ook bij de moeder van Jan. Ze na zoveel jaren weduwe geworden is. Troost u hen. Wees ons. Wees hen nabij. Heere, zorgt u zo voor ons als gemeente. U kent ons in alles wat er speelt. Soms alleen maar in ons hart. Soms kan het een storm zijn terwijl niemand dat ziet. Soms kan het ook iets zijn wat ons zorgen baart, wat anderen ook zien. Op ons werk, in ons gezin, onze persoonlijke omstandigheden. Machtige Heere, wilt u voor ons zorgen? En wilt u ons vanmorgen laten groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus? Wilt u geven dat we naar ons behoud, onze houvast in vinden, in leven en sterven? We danken u, Heere, voor uw zorg voor ons als gemeente. Ook in het feit dat dominee Van der Ree aan ons verbonden mag blijven. Dank u wel dat u hem duidelijkheid gegeven heeft en dat dit besluit mocht zijn. We bidden u zo ook om verdere goede tijd met elkaar. Heere, zegt u ook de gemeente van Ede als zij opnieuw het beroepingswerk ter hand moeten nemen. Geef hen wat nodig is en geef hen op uw tijd een herder en leraar. Heere, we denken dan ook maar aan de Julianakerk die vanmorgen een ander bericht hoort. Dominee Rusje, de beroep naar Hoevelaken, heeft aangenomen. Zij dus afscheid moeten gaan nemen van elkaar. Geef ook die gemeente hier in de omgeving uw zegen. Ja, zegent u uw kerk in Veenendaal. En zoveel verschillende gemeentes met hun eigen accenten, met hun eigen vormen. Maar werkt u er, Heere? Geef dat uw naam verheerlijk wordt. Dat uw koninkrijk ook daar komt. En ga ons dan in de Pnio-kerk vanmorgen niet voorbij. En zegent u ons als CGK. Ook als kerkverband. Ook als de generale synode komende week geopend zal worden. Als de eerste zitting gehouden wordt. Vervul de afgevaardigde heren met wijsheid. Met uw geest.
Geef kracht en inzicht. Geef energie om het werk te gaan doen. Als ook dominee van der Ree en broeder Heijstek afgevaardigd zijn tot onze gemeente. Heren, wij kijken zo op naar u. U die precies weet wat nodig is. Wilt u deze dienst goed laten verlopen. We weten, Heer, dat we geen recht hebben op uw zegen. Dat we in onszelf zondaren zijn. En belijden we voor u, Heren. Maar daarom komen we ook tot u. Omdat we mogen komen op grond van het werk van uw Zoon. Ja, uit genade. Heren, zo leggen we alles voor u neer. Laat het een goede dienst zijn. Zegent u alle taken. Zegent u wat we geven, wat we denken, wat we zeggen, zingen, wat er gedaan wordt bij de oppas, de parel. Zegen ons hier en op afstand, opdat wij verwonderd en dankbaar uw naam nu en tot in eeuwigheid loven. Om Jezus wil. Amen. Als u, als jij vanmorgen dit plaatje ziet, dan denk je misschien, die hadden we vorige keer ook. Nee, toch niet? Misschien herkennen we wat van. Want tijdens vorige diensten liet ik dit plaatje zo ongeveer hetzelfde ook zien. En had ik er ook rondjes om gedaan, weet je nog? Rondjes van de plaatsen waar we geweest zijn, maar die zie je nu niet. Nu zie je in het midden, met een wat gele rand eromheen, een heel groot gebied uitgetekend. Dat is het gebied, zoals in het Romeinse Rijk heette, Galatië. Een stuk van Turkije heette toen Galatië. En weet je waarom het zo heette? Dat is wel interessant. Dat heeft te maken met dat eeuwen voordat dit geschreven werd, dat er mensen uit Europa kwamen. Mensen uit het Westen, die vertrokken deze kant op, settelden zich onder andere in deze omgeving, in een klein gebied, en die werden de Galliërs genoemd. En het Romeinse Rijk zorgde dat ervoor dat die omgeving een, nog een groter stuk Galatië genoemd werd. Nou, zoals je kan zien, in dat gele vak zie je vier puntjes, steden. Nou, er vallen dus vier steden in de omgeving van Galatië, waar de kerk is. En aan die vier gemeenten schrijft Paulus een brief. De brief aan de Galaten. En die brief heeft denk ik alles te maken met wat je op het volgende plaatje ziet. Kijk, je ziet vogels, hè? En jongens en meisjes, ik ben benieuwd, als je nou die vogels ziet, heb je dan het gevoel dat die vrij zijn of gevangen? Zijn ze vooral vrij of zijn ze gevangen? Wie denkt het te weten? Wie zegt, nou, ik weet het wel, vrij of gevangen? Dan, nou, dat kan ik wel zeggen, ja? Vrij. En als ik jou zou vragen, dat klopt. Hoe kom je eraan? Nou, dan zeg je natuurlijk, ze zitten niet meer in de kooi. Ze zijn eruit, ze zijn bevrijd. Nou, dat is het kernpunt, zou je kunnen zeggen, van de preek van vanmorgen. Dat Paulus schrijft aan de gemeente, het evangelie bevrijdt, jullie zijn bevrijd. Alleen eigenlijk zou er nog iets bij dit plaatje moeten. En dat is dat er hier als het ware nog een kooi bij staat. En dat die vogels naar die kooi vliegen. Want de mensen in Galaten zijn bevrijd van hun zonde en schuld. Maar wat doen ze? Ze gaan in de kooi van ja, wetticisme, dat je allemaal de geboden van God moet houden. Nee, zegt Paulus, het evangelie bevrijdt, echt. Nou, in de preek gaan we daar dieper op in vanmorgen. Laten we met elkaar gaan lezen uit Galaten. Volgende, ik laat dus een serie over de zeven gemeenten even los. Vanmorgen en ook volgende week wil ik met u lezen uit Galaten. En als dan de serie over de zeven brieven is afgelopen, wil ik ook verder met de brief van de Galaten. Dus we gaan nu lezen Galaten 1, vers 1 tot en met 12. En daarna zingen we Psalm 126, vers 1 en 2. Paulus, een apostel, geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, omdat hij ons zou ontrukken
aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hen die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Tot zover.
Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Dat en nog meer uit Psalm 85, vers 1 en 3 zingen we na de verkondiging. En het thema voor de preek is leven in vrijheid of gebondenheid. Leven in vrijheid of in gebondenheid. Drie punten als structuur. We kijken allereerst naar het adres van de brief, aan wie is het geschreven. Vervolgens naar de aansporing en als laatste naar het appel. Het adres, ja, dat is vers 1 tot en met 5. En dan lees ik nog een klein stukje uit vers 2. Aan de gemeenten van Galatië. Dus dat is het adres. De aansporing, vers 6 tot en met 9. Dan lees ik nog vers 6. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een andere evangelie. En dan komt er nog meer aansporing, vermaning. En als derde het appel. Komt vooral naar voren, vers 10 tot en met 12. En dan lees ik nog het laatste stukje van vers 12. Maar door openbaring van Jezus Christus. Het appel om het vanuit hem te zien. Dus leven in vrijheid of in gebondenheid. Adres, aansporing en appel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier bent en ook als u op afstand verbonden bent, daar zit hij. Laten we hem Jorik noemen. En het huwelijk van Jorik, dat liep niet zoals gepland. In de loop van de tijd werd het heel gewoontjes eigenlijk saai. En door zijn werk komt Jorik met een hele hoop andere mensen in aanraking. En op een gegeven moment ook met een vrouw. Wat eerst een zakelijke relatie was, groeit uit tot meer. Het loopt uit totdat hij met haar naar bed is gegaan. Achteraf heeft hij schaamte, spijt, berouw, doet hem pijn. Had ik nooit moeten doen. Zijn vrouw voelt het aan en uiteindelijk biecht hij het op onder tranen. Waarom is dit gebeurd? Het was een klap voor haar. Maar ze ziet zijn berouw, zijn bekering en ze kan hem vergeven. Zij kan hem vergeven. Maar het lukt Jorik maar niet om zichzelf te vergeven. Hij heeft het er verschillende keren over gehad met de kerkenraad, met de ouderlingen, predikant. Hij heeft zijn schuld beleden. Maar elke keer als het avondmaal wordt, vliegt het hem aan. Vergeving voor mij, genade, niets van jezelf, alles in Christus. Ja, daar moet ik hem mee. Hij kan er niet over uit. Ja, hij is echt wel serieus hoor. In zijn gebed, stille tijd houdt hij. Hij wil ook echt wel dicht bij God leven. Maar hij kan maar moeilijk geloven dat er echt vergeving is voor hem. Naar het avondmaal gaan? Dat kan toch zomaar niet? Misschien herken je er wat van. Hopelijk niet van dat vreemdgaan zozeer. Maar misschien wel dat je het lastig vindt om te geloven dat je zonden echt vergeven zijn. Dat er plaats is aan de tafel voor u, ja voor jou. Dat er ook genade is. Want er ergens dus iets knaagt, je geweten spreekt. En ja, je vlucht naar God toe, maar je kunt maar moeilijk geloven dat het nou echt vergeven is. Dat God je zonde heeft weggeworpen in de diepte van de zee en dat hij er nooit meer op terugkomt. Je wilt leven in vrijheid, maar ergens leef je in gebondenheid. Je verlangt ergens naar de vrijheid van de vergeving, maar ergens ben je toch nog gevangen of hou je jezelf gevangen. Ja, en dan zijn we eigenlijk al heel dicht bij het adres van deze brief. Want dat is precies het punt waar de christenen in Galatië mee zitten.
Zij worstelen hier ook mee. Wat is er aan de hand? Waardoor komt dat dan precies? Het is goed om iets meer van de context te weten. Want deze brief is dus gericht aan die plaats, die omgeving die ik let niet zien. En de discussie over, is het nou vooral gericht op de mensen uit het zuiden of uit het noorden, dat laat ik voor wat het is. In ieder geval is duidelijk dat Paulus in het zuiden geweest is en dat daar 4 gemeenten zijn ontstaan. En Paulus heeft daar dus het evangelie gepreekt. Maar nu zijn er andere mensen gekomen die ook het evangelie preken, maar dan wel net op een andere manier dan Paulus. Die zeggen, je moet ook Jood worden, want Jezus was Jood. Met andere woorden, het is dus niet genoeg om alleen maar te geloven in de Heer Jezus. Het is niet voldoende om alleen maar te geloven in Hem. Als je Hem aangenomen hebt als je zalig maken, dat is niet alles. Maar wat dan wel? Wanneer is het wel genoeg? Wanneer is het wel voldoende? Wanneer is een mens wel behouden? Moet er nog iets bij? Ja, zeiden die predikers. Die predikers zeiden, je bent pas echt gelovig als je Jood wordt. Net als Jezus, dus je moet je laten besnijden. Geloof in Hem, maar dan ook leven als Hem. En dus je laten besnijden. En hoewel dat misschien op zichzelf niet eens zo'n grote ingreep is, is dat wel iets wat dieper binnenkomt. En op dieper niveau veel impact heeft. Want door de besnijdenis te accepteren, accepteren ze het Jodendom. Door het Jodendom te accepteren, worden ze wettisch. Want dan kom je op het punt dat je een poging moet doen om zo goed mogelijk die wet te houden. Want ja, als het dan inderdaad zo is, ik geloof in de Heer Jezus en ik moet dus ook als een Jood leven, betekent besneden worden, de geboden houden. En als ik dan goed genoeg de geboden hou, dan ben ik behouden. Maar wanneer hou ik die geboden goed genoeg? Wie kan die geboden goed genoeg houden? Dus met andere woorden, die Galaten, die zitten gevangen. Die zitten net als Jorik in de knoop. Aan de ene kant kennen ze dus het evangelie van Gods rijke genade. Maar aan de andere kant heerst dus het gevoel dat er nog iets bij moet, dat ze beter moeten leven. Ja, dat je gebonden bent. En misschien is dat ook wel iets wat dichter bij ons staat dan wij nu de preek luisteren en denken. Want ja, het evangelie van Gods genade. Maar waarom gaat u komende zondag aan de tafel? Of blijft u zitten? Heeft dat misschien ermee te maken dat u ergens het idee heeft dat u toch meer zou moeten? Of dat je te gebonden bent aan je telefoon, aan je werk. Gebonden aan alles van hier en nu. En dat je ergens aan het balanceren bent en aan het worstelen bent. En ergens hoort van vrijheid, en dat het ook machtig is als dat klinkt, maar dat je zelf toch nog wat gevangen zit. Misschien luistert er iemand vanmorgen en die zegt, ik herken, ik weet zo mensen op te noemen in mijn omgeving die hiermee worstelen. En dan zeg ik het ook wel eens tegen ze. Het is toch geloof alleen. Het is alleen genade. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Dat alleen. Maar dan zeggen ze, ja, maar jij zegt het. En mijn moeder die zei, dus ja, wie heeft er gelijk? Ja, die dominee kan dit wel zeggen. Maar die andere dominee die zegt toch, en als het zo eenvoudig was dan? Ja, dan kijken ze me dus aan, dominee, en dan zeg ik wel dat het alleen genade is, maar ze kunnen het niet overnemen. En die predikers daar bij Paulus, die zeggen, ja, weet je, dat van Paulus, dat klopt ergens wel, maar dat is niet volledig, niet helemaal. En ze zeggen daarbij nog iets. Ze zeggen, ja, Paulus, je bent ook maar gewoon een mens. Paulus, jij zegt het ook maar, net als ieder ander dat kan zeggen. Het is Paulus maar. En weet je, Paulus doet maar wat. Timotheus besnijdt hij en Titus niet. Paulus, wat is het nu? Geef ons eens duidelijkheid. En weet je, Paulus is natuurlijk ook iemand die brengt het evangelie zo snel mogelijk, op zoveel mogelijk plaatsen. En dan is het ook logisch dat hij dan wat moeilijke elementen weglaat. De lastige kanten, daar heeft hij natuurlijk ook geen tijd voor. Zo doet Paulus dat. Paulus,
Dat is ook maar Paulus. Ja, Paulus die steekt dus op die manier in deze brief, omdat hij merkt dat er getormd wordt. En daarom zegt hij in deze gemeente, Paulus, een apostel, geroepen niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ik ben een apostel, een afgezant, meer dan een afgevaardigde, meer dan een vertegenwoordiger. Ik ben gezondene, zoals dat woord wel eens gebruikt is, namens iemand die in het kader van vredesonderhandelingen mocht onderhandelen. Ik ben gezonden namens God met vredesvoorwaarden. En niet alleen ik sta hierachter. Niet alleen ik kan zeggen, ik heb volmacht namens God. Hij zegt erachteraan aan het begin van de brief. En al de broeders die bij mij zijn. Met andere woorden, wat ik nu zeg, gemeente in Galaten, wat ik nu zeg, broeders en zusters, dat wordt onderstreept door alle broeders die bij mij zijn. Die onderstrepen de inhoud, die onderstrepen het gezag waarmee ik de dingen zeg. Dus wat jullie nu bedenken, dat staat niet tegenover zomaar gewoon mens, maar uiteindelijk tegenover God. En als je nog eens goed kijkt naar vers 1 tot met 5, dan kan ik er heel veel dingen uitlichten, maar ik beperk het vanmorgen tot één ding, wat er in vers 4 staat. Vers 3 tot en met 5 zegt hij iets over de Here, een groet. En dan zegt hij in vers 4 over de Heer Jezus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En dan zou ik er ergens achteraan verwachten om ons te verzoenen, om ons te vergeven, om ons te redden. Maar dat staat er niet. Weet je wat er staat? Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Ontrukken, losmaken, bevrijden. En voor wereld staat daar niet het woord kosmos, maar het woord aion. Vandaar dat er ook vertaald is met tegenwoordige slechte wereld. Het heeft te maken met het eeuw, tijdperk, toestand. De tijdgeest. Paulus zegt, de Heer Jezus Christus, hij is gestorven en opgewekt om jullie te bevrijden. Om je los te rukken uit het rijk van de dood. Om je in de vrijheid te zetten. Om daarin te leven. Zoals God dat deed met Israël. Hij bevrijdde ze uit Egypte en hij zegt, we hoorden het vanmorgen weer. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte bevrijd hebt. Dus al in het begin proef je deze gemeente iets aan de hand. En Paulus die gaat daar stevig op in. En dan het eerste punt nog één ding. Iets wat ontbreekt. In alle andere brieven die Paulus schrijft, volgt hij het patroon wat in de oudheid gebruikelijk was als je een brief schreef. Zo werd het overal gedaan, zo deed Paulus het ook. En dan is er één element wat Paulus in al die brieven gebruikt, maar in deze brief niet. En dat is een stukje dankbaarheid. Dat hij uitspreekt, dat hij God dankbaar is voor zijn werk. Dat hij iets uitspreekt van de blijdschap van wat God gedaan heeft. Maar dat ontbreekt hier. En dat geeft gelijk de scherpte aan. Want in de gemeente van Korinthe noemt Paulus dat wel. Terwijl hij in die gemeente ook moet zeggen, er is dronkenschap bij het avondmaal. Er zijn dingen in jullie gemeente waar iedereen schande van spreekt. Er zijn dwalingen over de opstanding. Kernpunten. En ook al moet Paulus de gemeente van Korinthe daarop aanspreken, toch begint hij met dankbaarheid en blijdschap. Maar hier in de gemeente, de brief van de gemeente van Galaten, is het scherp. Geen dank, geen blijdschap, want Paulus wil vanaf het adres direct door naar het punt waar hij over onthutst is. We zijn dus bij het tweede punt van de preek. Paulus die heeft de brief geschreven. Het eerste stukje van de boekrol is afgerold. En nu gaan we verder. Nu komen we bij de echte inhoud. En dan, ja, barst de storm los. Een donderslag klinkt. Moet je je voorstellen dat je deze brief gekregen hebt. Ik verwonder mij erover, staat er vers 6. Dat is wat voorzichtig vertaald, vind ik. Je kunt ook zeggen,
ik ben onthutst. Ik ben met stomheid geslagen. Ik ben er kapot van. Wow. Twee versen verder. Als iemand een andere evangelie verkondigt. Die zij vervloekt. Paulus, wat doe je nu? Wat gebruik je voor woorden? Is het niet veel te heftig? Moet je zo je richten op de gemeente? Nou ja, en vers 9 nog een keer. Als iemand een andere evangelie verkondigt dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt, die gaat ten onder, die zij verdoemt, die gaat naar de hel. Stevig, Paulus. En dan zijn we nog maar in hoofdstuk 1. O, dwaze gelaten, hoofdstuk 3, vers 1. In hoofdstuk 4 zegt hij, ik wil wel in een andere toon tegen u spreken, maar ik ben in twijfel over u. Waarom zo fel? Nou, Paulus is onthutst dat ze het evangelie, en daarmee de God van het evangelie, dat ze zich daarvan afwenden. Dat woord afwenden wat gebruikt wordt, dat is een woord dat wordt in militaire termen ook gebruikt. Deserteren betekent dat. Dat je dus overloopt naar de ander. Jullie deserteren bij God vandaan en lopen over naar, ja, van de vrijheid naar de gebondenheid. Jongelui, misschien een beeldje. Het is donker in de nacht en je staat vlakbij een zwaar bewapende gevangenis. En om die gevangenis is natuurlijk prikkeldraad. En daar in dat stukje waar het echt heel erg schemert, waar je amper wat kan zien, staat iemand met een hele grote tang. En wat doet hij? Hij knipt dat prikkeldraad door. Toen, en nog een stuk, en nog een stuk. En we lopen naar hem toe en we zeggen, hé meneer, wat bent u aan het doen? Waarom knipt u dat kapot? En die man zegt, ik wil graag hier naar binnen. Ik wil graag hier zijn. Ja, dat is natuurlijk raar, toch? Wie wilde nou inbreken bij een gevangenis om daar naar binnen te gaan? Om daar te zijn? Maar, dat is toch raar? Of wat als je verliefd bent geworden op iemand en je bent getrouwd en 2 weken na je huwelijksreis ga je er met een ander vandoor. Dat is toch raar? Nou, iets van die verbazing spat er uit deze brief. Hoe kan dit? Het is dus heel scherp. En Paulus die zegt ook, ja, ik weet dat het niet aan jullie ligt, want hij schrijft, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Ja, ik weet dat er anderen zijn die jullie meeslepen. Die jullie weghalen bij het evangelie. Maar jullie moeten beseffen dat je dan geen evangelie meer hebt. Jullie horen die preken. Jullie horen het evangelie. Jullie horen over Jezus. En toch, er is echt iets mis. En Paulus zegt, het is dan levensgevaarlijk. Het klinkt misschien wel goed, zegt hij. En ze kunnen het heel logisch maken. Want ja, die spijswetten. En Paulus kon natuurlijk niet alles vertellen. Paulus gaat er radicaal tegenin. Hij zegt, jullie hebben het helemaal mis. Is Paulus hier gekrenkt in zijn ego? Is hij op zijn teentjes getrapt door wat die predikers over hem zeggen? Nou, in Filippenzen 1 laat hij zien wat hij doet als mensen op een lelijke manier met hem omgaan. Dan zegt hij, ach, het gaat maar om mij. Het gaat om Christus. Maar hier zoekt hij dus de scherpe kant van het evangelie. Broeders en zusters, die scherpe kant komt naar ons toe. En misschien kent u die uitspraak ook wel. Dominee, het evangelie is niet naar de mens. En dan wordt er vaak bedoeld, je moet er niet te makkelijk over denken. Je moet niet zomaar zeggen dat je een gelovige bent. Ja, maar tegen wie zegt Paulus dit vanmorgen? Tegen wie is Paulus nou vanmorgen heel scherp? Zijn dat degenen die heel los mee omgaan? Zijn dat degenen die er maar met de pet naar gooien? Natuurlijk ben ik gelovig en ik kan doen wat ik wil. Nee, Paulus is heel scherp tegen mensen die heel serieus zijn. Die het geloof echt serieus nemen. Opmerkelijk. Kennelijk is het voor ons als mensen gemakkelijker, eenvoudiger, meer passend, om toch wat erbij te doen. We zeggen toch, er is niks voor niks. Krijg je een telefoon gratis bij je abonnement? Nou, die betaal je gewoon per maand hoor.
Hè? Klinkt leuk, je moet er gewoon voor betalen, er is niks voor niks. Ja, en zo lijken wij misschien wat op de gelaten, op Jorik. En misschien om het wat duidelijker te maken, op Naaman. Want misschien luistert u vanmorgen en zegt u, ik kan het punt nog niet helemaal vatten waar het bij mij om gaat. Nou, ik denk dat het helder wordt als we naar Naaman kijken. De meesten van ons zullen Naaman kennen als die bekende generaal uit het Oude Testament. Die Syriër, die zijn meisje in huis heeft, die hem vertelt, ja, je bent ziek, dan moet u maar naar de profeet gaan in Israël. En dan gaat hij. Hij gaat als generaal. Met zijn wagen, met zijn spullen, met zijn gevolg. En hij komt daar en hij wil heel graag betalen, heel graag wat doen, zodat hij genezen wordt. En als hij daar dan komt als generaal, dan komt Elisa niet eens naar buiten, maar zegt hij, was u in de Jordaan? Nou, en dan Naaman. Ja, dat. Moet ik zoiets eenvoudigs doen? Ik word niet eens binnengehaald. Had ik de Mount Everest op moeten lopen, had ik het gedaan, bij wijze van spreken. Maar dit eenvoudig, zo'n vieze rivier, hij wil het eigenlijk niet doen. Weet u wat er bij Naaman nodig is? Dat hij als generaal van zijn wagen afkomt. Dat hij zijn hoogmoed verliest. Als het daar puur gaat om uiterlijke genezing, had dit niet zo gebeurd. Maar Naaman moet zijn hoogmoed verliezen. En als Gehazi dan later zegt, nee, de profeet wil toch wat en hij haalt wat, dan wordt Gehazi melaats. God vindt het verschrikkelijk als de kern van het evangelie wordt aangepast. Hoogmoed is dus ook dat er van onze kant wat bij moet. En dan staat het ons net als Naaman graag voor. Het past ons dat we toch ook er wat voor moeten doen. Nee, niet alles, maar symbolisch. Want echt hulp aanvaarden, echt van onze kar afkomen, echt het generaal zijn verliezen en dan onder laten gaan in de Jordaan, dat betekent dat ik al mijn hoogmoed, alles wat ik heb, af moet leggen. En dat is moeilijk, want dan ben ik eigenlijk niks meer. Misschien had u vanmorgen wel niet gedacht dat het hierover zou gaan. Want de wet is scherp en die klaagt ons aan. Ja, de wet is scherp. Maar op het allerscherpst gaat het dus over de genade. Als er een millimeter van ons bij komt, is het geen genade meer. En broeders en zusters, komende zondag vieren we het heilig avondmaal. Dan staat de tafel gereed. Dan worden we genodigd om te gedenken dat het evangelie waar is. Dat het 100% genade is. Dat ik in mezelf geen recht heb. Geen redenen vind. Dat ik me dus niet gevangen moet laten nemen door mijn gedachten. Dat ik me niet moet laten gijzelen door mijn schuldgevoel. Dat ik geen Naaman moet blijven. En geen gelaat moet zijn. Maar dat ik daarmee het evangelie, ook echt het evangelie, mag laten zijn. En laat dan het evangelie van morgen onze hoogmoed kruisigen. Laat het evangelie van morgen mijn hoogmoed verbreken. Want waar wij zeggen, is dat wel genoeg? Is dat voor mij wel genoeg? Kan het voor mij wel, want er moet toch meer? Dan is dat dus hoogmoed. Omdat je dan het beter denkt te weten dan de Heer Jezus Christus zelf. Ik heb me afgevraagd, waarom zijn er mensen in Galaten in dit geval nou zo blij met dit andere evangelie, terwijl het uiteindelijk niet bevrijdt, maar juist gevangen zet? Het is eigenlijk slecht nieuws. Nou, omdat dat blijkbaar iets van je hoogmoed overeind laat. Het ervoor zorgt dat je zelf nog iets kan aanbieden. Ja, u heeft voor mij verlost. Maar kijk eens hoe ik voor u leef, heren. Er was een dominee die ging bij een mevrouw op bezoek. Het was een oudere mevrouw, een weduwe. En ze lag in het ziekenhuis stervende. En tijdens dat gesprek vraagt de predikant, beste mevrouw,
Bent u bereid om God te ontmoeten? Wat gaat u zeggen als u hem ontmoet? Ze stak haar gehavende, uitgeleefde handen uit en zei: ik ben weduwe. Ik heb 5 kinderen grootgebracht. Ik heb me zo ingezet voor mijn gezin, voor de kerk. Als ik hem ontmoet, zal ik mijn handen uitstrekken en hij zal het begrijpen. De dominee keek eraan en die zei: u bent te laat, mevrouw. Te laat? Hoe bedoelt u? Nou, iemand anders is u voorgegaan. Iemand anders die zijn doorboorde handen laat zien. En God heeft alleen maar oog voor die doorboorde handen. Stel uw vertrouwen dan niet op uw handen, maar op de doorboorde handen van de Heer Jezus. Want alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Wat een aansporing. Laat naar het derde gaan, het appel. Misschien luistert u vanmorgen zo en zegt: ja, als ik dit nou in mijn eigen leven neerleg, wanneer is het in mijn leven nou waar? En wie zegt dat het evangelie wat hier verkondigd wordt nou klopt? Want misschien wordt het ergens anders wel precies anders gebracht, vanuit dezelfde tekst. Nou, onderzoek de schriften. Iemand schreef in dat verband, die zegt: de Bijbel beoordeelt de kerk. Niet de kerk beoordeelt de Bijbel. Kijk, mijn gevoelens en mijn ervaringen moeten niet de Bijbel beoordelen. Maar de Bijbel moet mijn gevoelens en ervaringen beoordelen. Toets uzelf aan de Bijbel. Toets uzelf aan het evangelie. Want, zegt Paulus in vers 8, al zou het zelfs een engel uit de hemel zijn, al zou die een ander evangelie brengen die zij vervloekt. Ja, zegt iemand, maar ik vind het moeilijk om te geloven. Ja, dat vonden de mensen in Galaten ook. Maar Paulus zegt: weet je wat nou belangrijk is? Niet dat je mensen probeert te overtuigen, vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Denken jullie echt dat ik bezig ben met populair te worden? Vers 10b. Als ik immers nog, let op nog, mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Nog, ja, dat deed ik voorheen. Toen ik ging naar Damascus, vol vuur, vol ijver. Ik wilde God behagen en de mensen behagen. Een fanatieke fariseer, dat was ik. Ik wilde dat. Toen wilde ik dat nog. Maar daar gaat het me nu niet om. Het komt er dus op aan dat we een helder evangelie laten klinken. Dat hou ik mezelf als predikant en ons als kerkenraad in het bijzonder voor. Want ja, in de gemeente kan van alles leven. Er kunnen allerlei dingen zijn die onze aandacht vragen. En er kunnen dingen zijn waar we verschillend over denken. Maar één ding mogen we geen compromis over sluiten. Dat is dus het evangelie van 100% genade. Zonder bijdrage van een mens, gevoel of van de wet. En als kerkenraad moeten we daar een weg in vinden. En mogen we ver gaan, zodat dat evangelie helder overkomt. Paulus die laat zien dat hij heel veel dingen gedaan heeft om het evangelie maar duidelijk over te brengen. In 1 Korinthe 9 zegt hij: want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mezelf tot slaaf gemaakt om mensen te winnen. Ik ben voor de Joden een Jood geworden om hen te winnen. Ik ben voor degenen die onder de wet zijn als onder de wet geworden om hen te winnen. Ik ben als voor de mensen zonder de wet als zonder de wet geworden om hen te winnen. Voor de zwakke als een zwakke om hen te winnen. Paulus zegt: met mij kun je alle kanten op. Ik ben bereid me heel ver aan te passen. Maar dit evangelie, dat mag niet aangepast worden. Die kern, daar draait het om. Paulus, heb je dat geleerd? Door openbaring van Jezus Christus. Paulus zegt: naar hem moet je kijken. Ik heb het van hem gehoord. En als je naar hem ziet, op die Heer Jezus Christus, mag ik dan iets van hem schilderen? Want voor hij kwam was hij in volmaakte vrijheid in Gods heerlijkheid.
Volmaakte ongebondenheid in Gods majesteit. Volmaakte onafhankelijkheid. En om mensen te bevrijden, maakt hij zich zo klein dat hij gevangen zit in de buik van een jong meisje, van Maria. Hij laat zich gevangen nemen in de mogelijkheden van een kind. 33 jaar beperkt hij zich tot de mogelijkheden van deze wereld. Hij wilde slaaf zijn, dienen. Hij liet zich bespotten. Hij liet zich gevangen nemen, veroordelen. Hij liet zich meevoeren naar Golgotha. Hij liet zich nagelen aan het kruis. Hij liet zich verlaten door zijn vaders. Hij liet zich gevangen nemen door de dood in het graf. Waarom? Waarom? Vers 4 zegt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Dat hij ons zou ontrukken, bevrijden van de tegenwoordige slechte wereld. Dat is vrijheid. De vrijheid is dat je op hem ziet en beseft, ik hoef niks meer bij te dragen. Ik kan niks meer bijdragen. Ik mag uit genade leven. Het is die vrijheid waarvan de duivel nog van alles kan zeggen. En de mensen me kunnen vertellen. En mijn geweten spreekt. Maar dan mag ik met zondag 23 van de catechisme zeggen. Al klaagt mijn geweten mij aan. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle kwaad geneigd ben. Toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, louter uit genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Wat moet ik dan doen? Als Naaman van mijn kar afkomen en alleen door deze weldaad met een gelovig hart aan te nemen, ben ik rechtvaardig voor God. Dan ben ik bevrijd van mijn schuld, bevrijd van wat anderen zeggen, bevrijd van wat anderen vinden, ben ik bevrijd van mijzelf, bevrijd van wat ik vind of denk, bevrijd van mijn ik. Nee, dan ben ik niet vrij om maar te doen wat ik wil doen. Maar dan ben ik vrij om mijn God te eren aan het avondmaal. Dan ben ik vrij om mijn zaligheid nou helemaal van hem te verwachten. Dan ben ik vrij om mijn plaats aan de tafel aan te nemen. Ik, zondaar zonder rechten, aan tafel bij hem, de zaligmaker met zoveel rechten, die de macht heeft om mij te vervloeken, maar die in plaats daarvan zelf aan het vloekhout ging, om mij vandaag te laten horen en volgende week te laten proeven. Dat je vrij bent. Echt vrij in hem. Wat een zegen om dat te mogen volproeven. Volproeven wat eenmaal in volkomenheid ervaren mag worden. Zeg, leven wij in vrijheid of in gebondenheid? Jorik, tot slot. Jorik zit daar. Hij worstelde. Hij beseft ineens, het is eigenlijk hoogmoed, dat ik niet geloof dat er vergeving is. Hij komt van zijn troon af en hij loopt aan. Hij loopt naar de tafel om te vieren dat hij zijn vrijheid vindt bij zijn bevrijder. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw boeks. Hebt ge uit uw volks, hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Amen. Thank you.
Wil ik samen met u het eerste deel van het formulier lezen voor de voorbereiding van het avondmaal. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Here over de instelling van het heilig avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Here ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht, waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die in de naam, die naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, omdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen,
alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dat alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Zover het eerste deel van het formulier. Zullen we nu in gebed tot de Heere gaan. Heere onze God, wij zoeken uw aangezicht als mensen die gebonden zijn, als mensen die ons zo vaak laten binden. Maar wij komen tot u omdat u zichzelf toont als de bevrijder. En wilt u ons dan bevrijden, Heere, van onze onbijbelse gedachten? Wilt u ons bevrijden van slavernij van onze telefoon, slavernij van ons werk, slavernij van, ja, van wat dan ook maar, Heere. U kent ons in onze gedachten. En u weet, Heere, dat we niets hebben. En daarom stappen we als Naaman van onze kar af. En beseffen we onze eigen onrecht. Onze eigen zondigheid. We hebben lege handen, Heere. En we doen onze mond wijd open. Want u wilt het dan toch vullen, Heere. Schenk ons de genade van uw bevrijding. Schenk ons de kracht van uw geest. Ook in de week van voorbereiding. Geef dat we ons mogen voorbereiden op een ontmoeting met u. Met woord, brood en beker. Zegen de praktische voorbereidingen ook voor de dienst. Het bezinningsuurtje. Maar ook het feit dat we het komende zondag voor het eerst weer een eenmorgendienst hopen te vieren. Heere, zegent u de voorbereidingen daarvoor. Laat het een waardige viering mogen zijn waarin duidelijk wordt dat het 100% genade is. En daar willen we u dan ook voor eren, voor loven en prijzen. Heere, schenk ons zo deze zondag een goede dag. Zegen het de dienst van vanmiddag. Geef uw zegen naar het woord dat ook op andere plaatsen verkondigd wordt. Ook bijvoorbeeld in de poster. Als ik daar vanmiddag mag voorgaan. Heere onze God, bouw uw koninkrijk. Verheerlijk uw naam. En vorm ons. Omdat we niet gevangen zijn, maar omdat we leven in vrijheid. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen uit dankbaarheid met uw gaven. Vervolgens zingen we onze slotzang. Psalm 42, vers 5. Nu kun je soms nog het gevoel hebben dat alles je in de greep heeft en houdt. Maar eenmaal is het volmaakt. Maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 5.
Ontvangt u weer in de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.